Van IMT. Vandaag ben ik hier weer met een nieuwe aflevering van Rocket League Road to 1250 punten. Heb je het nu al een leuk filmpje of een video? Laat alvast een like achter. En gaan even kijken wat we deze match weer kunnen regelen. Aan totaliteit aan punten. Als dit al het begin is, niet veel in ieder geval. Dat is één ding wat ik zeker weet. Ah kijk, de eerste 20 puntjes zijn binnen. Gaat niet altijd om... Oeh, voorzet. Mooie defense, by the way. Scores weet niet precies wat hij allemaal aan het doen is, maar dat maakt mij niet heel veel uit. Hey, bicycle. Lol, die zou ik niet aankomen. Even kijken, wat gaat hij nou doen? Wat? Wait, wat? Move! Nee, hij scoort hem! Dat zat niet in de planning. Maar kijk, deze gozer skipt tenminste. Respect. Kijk. Deze boost wil ik graag hebben. Dan heb jij die boost. Iets minder blij mee. En dan scoorde ik hem ook eventjes. Hoppa, 230 puntjes zijn al binnen. Ik loop nu alweer achter op schema gewoon. Dat is echt heel jammer. Mooi schot. Dank je. Oké, waar gaat die gozer doen? Hoppa, die kant op. Boom, long shot. Dit zijn de puntjes. Wat een redding. Gewoon 380 punten. Ik kom in één keer beter op het schema te liggen. Hij weet dat hij bij mij niet uit moet kijken. Dat weet hij bij mij. Ik wil precies ook die bal eigenlijk wel hebben, gewoon. Nou nee, die ging precies fout. Hoe ik hem niet wilde hebben. Die kant op, die bal. Zo. In die andere hoek. Dus ik heb hem iets beter liggen. En waarom de fuck op iemand me heel de te appen? Even kijken. Hoe kijk ik mijn telefoon op stil? Zo dus. Hop, skip. Dan. Oké, telefoon is ook op stil. En ik loop denk ik weer iets voor op schema. Oh, deze heb ik verloren. Nope, die kant op. Ik dacht dat ik deze iets meer verloren had. Maar het schijnt nog mee te vallen. Als ik echt eerlijk mag zeggen. Dit is jammer. Maar waarom krijg hij geen save? Dat snap ik niet. In ieder geval heeft hij een puntje erbij. Hey, maar trouwens. Ik loop voor op schema. Ik moet 625 punten hebben voor de 2,5 minuut. En ik heb nu 640. That's great. Nou hoop ik dit vol kan houden. Ik heb weer een serie afgerond. In aflevering 2. Dat zou prachtig zijn. Zo, die bal gaat iets anders dan ik had verwacht. Oeh, daar zou ik niet aankomen dat hij die zou hebben. Maar zo heb ik hem heel vaak. Nee, gaat ieder moment gescoord worden. Dat is niet goed. Maar ik loop wel steeds verder voor op schema. Dus dat is wel iets positiefs. Die kant op die bal. Hoppa. Helemaal voor op schema. 830 punten al. Oh yeah. Hoe prachtig kun je het hebben. Dat is ook iets voor op schema als ik zijn score had gehad. Was ik op zich ook al blij mee geweest. In principe is al gewoon zoveel mogelijk punten farmen. Het enige wat ik hoef te doen. Mooi schot. Dat is eerlijk waar, een heel mooi schot. We zijn bijna gelijk met de punten. Op zich een minpunt. Ook als 4-4 staat. Hoppa. Wat? Ik dacht die ging erin. Nee, die gaat er bij mij in. Dat kan bijna niet anders. Ja, dat dacht ik al. Hij heeft serieus nu al veel meer punten dan wat ik heb. Hij heeft al 1010.
Als ik nu zijn puntenaantal had, had ik nog twee keer moeten scoren. Dat was echt prachtig geweest. Nee! Wat? What the fuck was ik aan het doen? Zo, die game had even een delay. Kijk, hij heeft nog maar 50 punten. En dat moet ik eigenlijk hebben. Maar ik heb nog eventjes tijd. Om nog ruim 500 punten erbij te halen. En dit gaat weer bij mij in. Dit is gewoon echt zo'n lucky goal waar je niks aan kunt doen. Voor hem. Als ik een 6 score had, had ik het gehaald. Ik hoop dat hij me nog wat gaat gunnen. Zou ik ze nog enigszins een kans hebben. Die kant op. Oké. Wat de F is hij aan het doen? Oké, die kon hij dus nooit meer hebben. Hoppa. Thank you. Oké, nog 250 punten. Dat moet niet zo moeilijk zijn. 2 goals. Of heel veel voorzetten. Of een paar reddingen. Dus 1 van die 2. Iedere punt is nu welkom. Meer dan zelfs. Oké, 10 punten erbij. Nog 240. Nog 230. Nog 210. Dat ga ik waarschijnlijk al niet meer halen. Ik wou heel close komen. Of ik moet nu scoren. Dan kan ik het even nog halen. Moet ik nu binnen 10 seconden gaan scoren. Hij verneukt het. Zo 20 punten erbij. That's great. Kijk, nou heb ik tenminste alle ruimte om te kunnen scoren. En dat doe ik het niet. Alleen maar om die punten. Niet eens wat om gaat, niet eens om te winnen. Zo, ik tik hem bijna heel compleet zelf in. Nee, ik ga het niet halen deze match. Net niet. Dat is jammer. Want ik hoef in principe... Nee, dat weet ik trouwens niet. Maar ik ga hier deze aflevering afsluiten. Ik zeg laat een like achter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg.